Docenten, medestudenten, goedenavond. Welkom bij onze Java demo. Goedenavond. We zijn groepsleden, Tarish Mayanki en Shahid Taisha. En wij zullen vandaag onze eindopdracht presenteren. Het was heel eenvoudig, maar toch ingewikkeld. En ja, we hebben heel veel ervan kunnen leren. Er waren veel eisen voor ons, maar we hebben aan alles proberen te voldoen. Aan de linkerkant hebben we gebruik gemaakt van Windows Developer, Windows Builder, sorry, om onze GUI in elkaar te zetten. Dat heeft ons eerlijk gezegd heel veel geholpen om alles netjes op een rij te zetten en te visualiseren. Dat zullen we zo meteen demonstreren. Ja, hier aan de linkerkant grotendeels deel toch in onze show. Dat zal onze view pumps controller. Kan je hem zo hoog op grote maken? Dat zou goed doen. Control plus. Control plus. Klikken erin en control plus. Of alt nog? Control plus. Oké, onze classic operation. We zullen gewoon vanuit daar beginnen. Daarin hebben we vier pompen. Het is namelijk zo, onze frame, dat is eigenlijk ons systeem waarbij de gebruiker, waar de gebruiker gaat starten. Daar gaat hij alles invullen, alle gegevens, liters, geldbedrag, alles. En operation is slechts als dat, als de klant heeft betaald om onze pomp te starten, dan gaat hij vanuit hier halen. We hebben hier, ja, onze mainframe die open gaat, die heeft eigenlijk pomp progress monitor. En daarin hebben we dan vier knoppen gezet, voor elke pomp één, zoals iets een J-button gemaakt. En verder hebben we gewoon button 1 genoemd. Om het heel overzichtelijk te maken, en ook voor iemand die komt lezen in plaats van gek button 1 button en doornummeren. In dit geval is het wel zo, maar dan gaan we door. Heb ik hem genummerd om als je hem terug moet zoeken dat het heel makkelijk is. Met als naam start pomp. En wat gaat hij doen? Als hij, we hebben een action listener gezet, zodra hij je op druk gaat hij dan starten met runnen. Voor hij run, dat zullen we je zo meteen wijzen. Van 0 tot 100. En vervolgens gaat hij dan tellen. Hij start met 1. En hij stopt bij gelijk aan 100. En hij telt steeds 1 op plus 1, plus 1, plus 1. En ik ga je dan een tekst geven voor running. I, dat is mijn cijfer en procent erachter en ik ga dan doorrennen lopen dan dat hij klaar is en vervolgens ga je zien test finished. Het is een Windows builder gemaakt, hij maakt heel makkelijk voor ons gezet, het is private, het is vanuit onze klasse, hier is hij, kan je alleen benaderen om zo te zeggen. Vervolgens is het een JText field en ik heb hem genoemd waarvoor hij functioneert. Liter, payment, kenteken. Dus elke box heeft zijn naam en elke nummer geeft zijn pomp aan. Dat is om het overzichtelijk te maken. Want als je aan het eind van je code bent, dan weet je even niet meer waar je moet zijn of welke je moet aan doen. Geld, zaken hebben we combo boxes, zoals dat bekend is. Maar als ik alles op combo box zou laten, zou je 1 tot 10 hebben. En ik werk eraan, ik weet dat zij, hun werken eraan, of laten zeggen wij, dus we weten het. Iedereen heeft zijn deel gedaan. Maar ik heb mijn deel bijvoorbeeld gedaan met operation, dus ik heb tot 10. En dan stuur ik het nu naar Karishma. Maar die weet dat niet meer, ik waar 10 dus, waar 8 dus. Dus vandaar dat ik samen in overleg met hun heb besloten om het een naam te geven. En ze waren het eens mee. Dus operation box 1, 2, 3, 4, die zijn die vier bovenste. Die gaat de status aangeven als hij online of geblokt is. Dus zolang hij niet geselecteerd is, kan je niets invullen. Dan is hij gewoon geblokt by default. Dus we zetten hem op online. Als je hem op online zet, gaat alles open. Dan kan je verder werken. Dat is dus hier te zien. Onze operation box, als ik hem even ga lezen, object selected. Dus als je hier je box openmaakt om te selecteren, dan heb je drie keuzes. Je hebt selected, je hebt online en je hebt blocked. Zo. Als je hebt online, dan kan je verder gaan werken. Daarom zijn er mogelijkheden voor liter amount, payment, liter, kenteken, set editable through. Met andere kan ze bewerken. Else if, is dat niet zo, is hij nog steeds bij default op select, of is hij blocked,
dan kan je niet verder werken, plus hij krijgt een message. Als we dan even bij die andere pomp, this pomp is offline, select online or try again later. En dat hebben we gewoon voor alle vier pompen gezet, dus we zullen ze nu gewoon online zetten, zodat we verder kunnen gaan. Zoals jullie hier volgen gewoon, operation box 1, 2, 3. Na onze operation box, dan komen we bij je keuze. Which oil do you like? Daar hebben we dan onze oil box. We hebben daar weer vier oil boxes, daar selecteer je welke type olie je wil hebben. We hebben namelijk gekozen voor diesel, unleaded en kerosine, want we willen ook vliegtuigen krijgen. Dus dat hebben we hier gezet. De waardes, namelijk zijn in onze klasse, als ik het goed heb, prijs gedefinieerd. Ja, zoals jullie hier zien. Dus in de prijs gedefinieerd. Dus de gebruiker kan hier die prijs aanpassen. En dat wil ik bijvoorbeeld als pomphouder ook niet. Het moet geprogrammeerd. Als ik hem aanpas, verandert hij daar ook. En daarom heb ik het in een aparte klasse netjes gezet. Dat je hem niet kan aanpassen. En als je hem wil aanpassen, moet het geprogrammeerd worden. Dat is een stukje veilig. Een beetje hetzelfde, alleen gaat het type olie verschillen. Selecteer je unleaded, dan is zijn prijs gelijk aan die prijs dan voor ons en die haalt hij uit mijn klasse van de prijs. Als ik het even terug ga, kijk, dat is dan hier zo een beetje groter maken. Get unleaded, get diesel en daaronder hebben we get kerosine prijs. Als je je show amount, dat hadden we ook al voor in. Daar wordt de berekening voor ons gedaan. Omdat hij dat wat je invult gaat omzetten in een dubbel. En hij gaat het delen door de prijs. En dan vervolgens moet hij dat voor ons displayen. We hebben gebruik van procent.2f. Omdat we deze kant naar achter willen gaan. En dus uiteindelijk wat je ziet is dit hier zo. Gewoon de tekst hoeveel je moet betalen. Dus we deze kant naar achter. We gaan daar verder kijken. Dan zijn we dan bij money. Natuurlijk je bedrag invoeren. Als je komt met een beetje. Mag iemand anders je vertellen? Oh, wil iemand? Ja, natuurlijk. Je bedrag invoeren, sorry. Hij gaat je je amount geven als je 140 en daarna pay click, dan krijg je bonnetje. Als je nu minder doet, gaat hij een error geven. Dat je meer moet betalen. Dit zijn die pay buttons en de reset pump is als je klaar bent met je pump, dan kan je het gewoon resetten. Maar voor je resetten hebben we dan een pump control panel om je pumps te starten. Dan hebben we start van 1, 2, 3 en 4. Kan je het weer starten? Ja. En wat doet hij precies? Want wat je daar hebt is een geweldig stukje code. Ja. Maar vooral regel 60 en regel 83 zijn in deze ontzettend belangrijk. Regel 60 en regel 83. Dat is eigenlijk waar jij vast staat. Dit is wat je zou kunnen toepassen. 83 en? Ja. Ja. Oké. Mag ik gedeeltelijk antwoord geven? Want ik heb dit gemaakt. Hun hebben eigenlijk... Ik wil niet weten wat jullie hebben gemaakt. Ja, nee. Waarom ik ga je gewoon... Want dat ding is, we waren tot vreemd. Dus dit gedeelte is het laatste moment erbij gekomen. En we zaten te twijfelen, moeten we het erbij zetten. Hardcoding, alles moesten zetten. Die buttons en zo. En dat hebben we wel geleerd. Ja. En ja, daarom heb ik ook gewoon gebruik gemaakt ook van die beelden. En jammer genoeg zet hij daar alles in. Je kan hem niet eruit halen. Of ja, misschien kan het wel, maar het kan niet. Maar het is een beetje boven ons vermogen om het te doen. Dus daarom hebben we het maar zo moeten doen. En een andere oplossing gezocht om met andere klassen te werken. Om toch te voldoen aan die eis dat er verschillende klassen zijn. Voor charisma, regel 305. Objecten gemaakt. Hier, als de status van prijs en dan die prijs is nieuw prijs. De status van je object prijs en dan hebben we dat dan teruggeroepen.
negatief, ja. Maar wat is daar, wat doet die methode? Wat is die methode? Dus je verjaagt een set phrase, is dan een phrase en dan haalt je een letter phrase. Dus dat wat je hebt gezet in een klasse phrase. En je phrase gaat je dan contour. Hola, Paka. Hello. Hi. Kom hoor. Doe je dat wat ze hebben gedaan daar op regel 420? Double to stay. Converting. Yes. Goed zo. Ja. Is ik dat punt? Nee, maar. Is ik dat punt? Hij was nog niet warm. Hij was nog niet warm. Is ik dat punt? Oké. Hij was nog niet warm. Dit type casting. Van ene type naar de andere type. Dat is het antwoord, ja. Helemaal goed. Wanneer je het zoekt. Op internet, probeer die woorden ook te begrijpen, want dan weet je wat de code doet. Dus ik vind het goed dat jullie hebben, tenminste hebben kunnen toepassen.